een giveaway doen. Mijn allereerste giveaway. En waarom? Omdat ik de 2k Instagram followers heb behaald en de 200 YouTube abonnees. En ik ben jullie gewoon zo dankbaar, omdat zonder jullie had dat gewoon nooit gelukt. En ik ben jullie zo dankbaar en mwah, dikke kus. Ik hou van jullie. En ik zou zeggen, dank u wel voor al jullie support en lieve reacties. Want echt waar, zonder jullie zou ik dit gewoon niet meer durven verder doen. Dus echt, dank u wel. Daarom wil ik jullie dus in de bloemetjes zetten. En dat ga ik doen aan de hand van een winactie. Ik ga nu snel uitleggen wat je kan winnen. En dan ga ik op het einde jullie uitleggen hoe je het kan winnen. Dus ik zou zeggen, blijf kijken. Dus wil je weten wat er in het grote pakket gaat zitten? Ik ga het in een grote doos verzenden, dus het gaat wel wat zijn. In één doos, dus wat zit er allemaal in? Dit is de grote zak van de Rituals met het grote pakketje in, waarover direct meer. Dan ga ik ook nog kleine dingetjes bij doen, omdat het altijd wel leuk is om een paar dingen te krijgen. Als eerste geef ik iets dat ik zelf ook heb en waar dat ik echt al super content van ben geweest. En dat ik echt al 2 jaar of zo heb, maar dat ik gewoon echt niet meer zou kunnen missen. En dat is een make-up organizer. En deze make-up organizer is echt gewoon een must-have voor iedereen die gewoon van beauty houdt en die gewoon een beetje meer organizing wilt werken en gewoon zijn stuff hierin wilt steken. Echt gewoon super handig. Dan ga ik ook nog deze contour palette weggeven. En als je die open doet, dan ziet hij er zo uit. Ik heb alles ook nog niet open gedaan, omdat ik gewoon ja, jullie het wil laten open doen. Ook nog deze Lip Collection lipgloss. Geef ik ook nog weg, omdat ik zo'n lip person ben. En hier zitten ineens een paar kleurtjes in. En ook zo very shiny en glittery, because it's almost Christmas. And everybody loves some glitter. Dan geef ik ook nog een beetje chocola weg, omdat iedereen houdt van chocola en daar word ik gewoon kei happy van. En als er iets is waar ik van hou, is het chocola, karamel en nootjes. Die combinatie word ik gewoon gek van. Dus dat is dit. En de verpakking is ook super cute. Dus dit geef ik er ook nog bij. En dan geef ik ook nog dit erbij. En dat is gewoon omdat ik zelf een very busy person ben. En dat soms een boekje eigenlijk wel handig kan zijn. Om dingen in te noteren. Dus ik geef deze leuke potlood weg in de vorm van een kerststokje. En het is een potlood dat je wel moet slijpen. Maar ik vond het gewoon super schattig. En ik vond gewoon dat het er echt gewoon goed bij paste. En omdat ik van kerstmis hou. Ja. En dat potlood gecombineerd met dit boekje. En het is very shiny ook weer al. Omdat ik ben zo'n bling person. Ik hou van glitter, shiny things. Dus ja, dat mag niet ontbreken. En dan heb ik ook nog deze 2 kleinigheidjes. Een fortune cookie. Zoiets. En hierin zit 1 fortune cookie. In de vorm van een leuk sterretje. Dat ook weer al blinkt natuurlijk. Dan ook nog deze candle. Omdat ik een echte candle person ben. Heel mijn kamer staat gewoon vol candles. En ik vond deze super schattig. En ook weer zo shiny. En uiteindelijk, het moet echt wel een pakje zijn. Ook dat een beetje van mezelf toch weggeef. Dus weer een shiny thing. Een candle. En al deze kleinigheidjes ga ik ook proberen toch nog wel mooi te verpakken. In deze leuke zakjes van de Ritual, die ook weer shiny zijn. Guess what? En als grootste wat in deze zak gaat komen van de Rituals is het grote pakje. En dat is this big thing. En eigenlijk is het een verrassings... pakket, ook soort van zoals je de calendars die nu kei trending zijn, waar dat je de dingetjes open doet en niet weet wat erin gaat zitten. Wel, hier zitten 6 dingen in van de Rituals, 6 producten. En ik ga het nog niet verklappen, want op de achterkant staat wat erin zit, maar ik ga het nog niet verklappen. Dus dat is aan degene die het wint. Die kan zien dan wat erin zit. Maar hier zitten 6 dingen in en er staat ook op de achterkant een beschrijving hoe je het moet open doen. Maar ik zou zeggen, ik vond dit gewoon super schattig en super leuk. En ik denk gewoon dat je er echt wel wat aan gaat hebben. Dus dat doe ik er ook nog bij. Dus wat moet je doen om heel dit pakket te winnen? Wel, ik zal het jullie even kort uitleggen. De eerste stap is subscribe op mijn YouTube kanaal. Dus subscriben op Maxine VR of abonneren. De tweede stap is Je moet mijn Instagram Maxine_VR volgen. Dus dat is de tweede stap. De derde stap is de foto die op mijn Instagram staat. Die foto moet je even liken. En de vierde stap daaraan gekoppeld is dat je onder die foto 3 mensen moet taggen. 3 mensen waarvan je vindt die het zeker ook verdienen en die er heel blij mee zouden zijn. Die je ook wel wilt verrassen voor Kerstmis. Dus die 3 mensen moet je daaronder taggen. En dit zijn de hoofdvoorwaarden. Een overkoepelende hoofdvoorwaarde is eigenlijk dat je het Google Forms document moet invullen. Hieronder zal ik de link geven van wat je dan moet doen eigenlijk. Allee, het is heel simpel. Het zijn gewoon de vragen die ik nu heb gesteld. Moet je even bevestigen dat je die dingen hebt gedaan. Dit moet je doen om aan te geven dat je meedoet. Als je dit niet doet, doe je niet mee. Dus vul het formulier in en daaraan zie ik dat je meedoet of niet. En er zijn ook nog 2 extra kansen om extra te winnen. En dat staat ook in het Google Forms document. Of je mijn Instagram foto hebt gerepost. Of dat je mijn YouTube video hebt gedeeld op Facebook. Dus voilà mensen, ik zou zeggen good luck. En zeker het Google Forms formulier niet vergeten in te vullen als je alle stapjes hebt gedaan. Want dan geef je dus aan dat je meedoet. Dus don't forget. En ik zou zeggen, succes, een prettige Kerstmis en een zalige nieuwjaar. En ik zie jullie binnenkort. Bye bye!